Als ik kijk naar mijn beste investeringen, die worden gemaakt door de ondernemer en niet door het plan. De beste ondernemers die kunnen op een gegeven moment erkennen dat ze een bepaalde fase... Gewoon, dat andere mensen daar beter in zijn dan hunzelf. Het is leuk dat je het vraagt, ik kom dus uit een ondernemersgezin. Mijn vader heet Pieter, mijn opa heet Pieter en mijn oudste zoon heet ook Pieter. Dat mijn vader me nooit zakgeld heeft gegeven. Die zei van, joh, zakgeld uh, moet je verdienen. Geld is natuurlijk iets heel moois. Het geeft je heel veel vrijheid, kan je heel veel mm -hmm. vrijheid geven. Mm -hmm. Maar het kan ook gewoon wel een soort gif zijn voor de ambitie van je kinderen. Ik hou echt van ondernemers, eh, met name de creativiteit en het doorzettingsvermogen. Het Begin gewoon niet te laat. Hè? Want heel vaak zeggen het mensen: ik wil eerst mijn studie afmaken, dan willen ze een universiteit afmaken, dan willen ze een werkervaring opdoen. En dan hebben ze een hypotheek, vrouw en kinderen, en dan kan het niet omdat het risico te groot is. De meeste mensen kennen hem inmiddels als een van de dragons in het tv-programma Dragons Den en hij is mijn gast hier op CVD TV, eh, ondernemer en investeerder Pieter Schoen. Pieter van harte welkom. Uh, het laatste interview dat we op CVD-TV met je hadden, was met Paul Verriessen. en het is inmiddels alweer vijf jaar geleden. Ja. Uh, was wel leuk, want toen was je nog actief uh, als uh, directie-eigenaar van Nederlands Nederlandse Energiemaatschappij. Ja. En het is wel leuk dat het interview dat eindigde. Toen vroeg Paul van hoe ziet dat eruit? Toen zegt, nou, daar ben ik nog lang niet klaar mee. En onafhankelijkheid uh, staat uh, hoog in het vaandel. Dat ja. heeft nog drie jaar geduurd, hè, denk ik daarna. Um, als, ik weet eigenlijk niet, was het vijf jaar geleden? Drie ja. jaar geleden. Ja. Uh, februari, op Valentijnsdag, 14 februari 2018. Een wij, ja heel fantastische dag <laughs> ja. hebben wij ons kindje verkocht ja. dus uh, dat is uh, ja, iets meer dan drie jaar geleden dus toen ja. heb ik het nog twee jaar voorgehouden Twee jaar volgehouden, en dat is uh, dat is toch wel een soort masterpiece voor jou geweest, hè? denk ik, als ondernemer. Nou ja, dat was echt onze uh, ja, dat was ons grootste, grootste kind. En ja. het was uh, we zijn begonnen als een beetje als uh, George the Rebellen Club, ja. hè? de Rebellenclub Al van terribelen in de energiemarkt uh, met Harold Zwinkels Hebben uh, samen bij Business Kompion voor uh, live. Harold Zwinkels voor live, ja? Ja, absoluut. absoluut. Ah. Het is uh, naast uh, dat mijn Business Kompion is dus een van mijn beste vriendjes, en uh, we hebben elke week hebben we nog contact, dus uh, en we hebben zo'n mooie tijd gehad. We hebben twintig jaar, we intensief met elkaar ondernomen. Ja. Ik zag houdt vaker dan mijn eerste vriendin en mijn huidige vrouw ongeveer. Ja. Dus uh, nee, altijd uh, kompions voor life. Ja, en uh, hij is, uh, ik heb hem uitgenodigd en contact met hem. Hij komt binnenkort ook een keer op cvd want hij is met een film en alles bij. Hij zit, hij is ja. creatief ook, hè? Ja, dat was altijd zijn wens. Ja. Uh, samen met zijn broer. Wij zijn altijd al filmfreak geweest. Ja. En uh, zeiden ze van, Joh, we gaan, uh, later als ze groot zijn gaan we een film uh, produceren. Maar toen moesten er eerst centjes verdiend worden. Die zijn verdiend hè? Want is het bekend wat nou precies het bedrag was? Want er circuleren van alle bedragen, maar ze zijn astronomisch hè, toch? Ja, ze, uh, nou ja, ze zijn astronomisch. De bedragen die circuleren, we hebben er gezegd, dus dat we daar geen uitspraak over doen. Ik zeg nee. alleen dat ze wel... Ze liggen weer al in lijn. Ja, absoluut. Ja. Dus we hebben toch ja. een paar honderd miljoen of zo. Je ja, je ja, zal er ja, ja. maar op ik je klappen. Bank... Dus het staat nee. voldoende op het internet. Volgens ja, 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 en op je bankrekening, dus ook. ook, ook ja, ja, ja. Hoe voelt dat als je zo'n klap, zo klapper maakt? Als uh, mens. Ja, ik moet je zeggen, hiervoor hadden wij al een vrij winstgevende organisatie. Ja, dus dus we mee. hebben al heel veel ook uh, via dividenden en ook het verkopen of het uh, uh, inkopen en verkopen van door een onderneming hebben we gehad. Uh, maar aan de ene kant voelt het een enorme vrijheid. Aan de andere kant is het ook weer een gigantische verplichting. Van, okay, hoe ga je met dat geld om? En hoe ga je het op een goede, verantwoordelijke manier investeren? Ja. Uh, ik ben altijd van mening dat geld moet zweten, geld moet geld maken. Moet niet liggen te slapen? Nee, niet liggen te slapen, absoluut ja. niet. Ja. Dus, uh, uh, en dat was, maar het was ook. Wel een hele uh, fijne ervaring, want ik had Shoe Investments, zoals mijn investeringsclubje ja. vandaag de dag. Ja. En daarmee investeer je gewoon in hele mooie ondernemingen. Dus ja. het, is, uh, het is een hele andere fase waar ik het terecht ben. Ja, gekomen. precies. Nou, daar wil ik zo meteen met je over hebben. Uh, over met name die investeerdersrol die je nu hebt. Maar even over de dragons, uh, want veel kijkers die zijn het ook allemaal benieuwd naar. Nou, ik zei je altijd vroeger, ik wil rijk en beroemd worden. Nou, in mijn hart is het allebei gelukt, zeg ik dan altijd. Maar uh, hoe voelt het om nou ook nog eens een keer bekende Nederlander te zijn uh, door die dragonsrol? Ja, ik moet je in, in eerste instantie zeggen: daar heb ik heel erg zitten te twijfelen. zou ik nou wel of niet doen? Dat is het ja. tweede seizoen. Dat heb ik met mijn vrouw erover gehad. En, uh, maar ik vond het zo bij mij passen. Want kijk, ik ben begonnen als ondernemer samen met Harold. Maar op een gegeven moment, twaalf jaar geleden, merkte ik ook dat ik het investeren in ondernemers nog, uh, nog leuker vind dan het ondernemen zelf. En het uh, is een beetje mijn bread and butter wat ik nu doe. Hè? Dus het selecteren van pareltjes, zoals ik het noem. Ja. En uh, om daar te investeren. Dus het was echt op mijn lijf geschreven. En ik vind het ontzettend leuk. Ja, dus heb je last van BN'erschap? Want je wordt natuurlijk wel op straat herkend nu en dat soort dingen. Of valt het wel mee in Nederland? Nee, nee, ik word wel herkend. Ja. En uh, wat ik uh, 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 ook zie, is het heel veel door jongeren. Ja. En uh, die dan wel graag met je op de foto willen, et cetera. Dus uh, nee, ik word wel herkend. En, Soms vind ik het leuk en soms vind ik, uh, vind ik het minder leuk. Want met name eigenlijk als mensen uh, op het terrasje... En alleen maar naar je zitten te kijken ja. en van is het hem, is het hem? En, uh, ja. en dan denk ik van oké, okay, nou laat me maar, weet je? Ja ja. ja, 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 even wennen. Ja. Uh, die investeerdersrol, uh, je zei al, shoe, uh, shoe investments. Um, welk even, even, even de pitch. Wat voor investeringen lopen er nu op dit moment allemaal met, uh, met je investeringsclub? Met mijn investeringsclub, ja. ja. Uh, dat Hoeveel zijn, er, zijn het dan? Uh, nou, ja, het zijn er heel veel. Ja. Uh, als je indirect en in direct uh, meeneemt, zijn het er meer dan 50. Maar als je kijkt naar shoe investments, en dan is meer de skill-ups. Dus je hebt eigenlijk verschil tussen start-ups. Dat, dat zijn bedrijven die net zijn begonnen. Ja. En skill-ups zijn bedrijven die. Ja, wat wij al zeggen, die al 5 miljoen euro omzet hebben, uh, al wat winst maken en al een track record hebben. En een grote groeipotentieel. Ja, hebben. ja en daarin zitten we nu in, in, in 12 uh, uh, bedrijven in die skill-ups. Ja. En dat zijn, uh, het zijn de tickets, zoals je dat noemt, tussen de 2 en maximaal 15 miljoen euro, die we dan investeren. Oké, okay. en jullie stappen er meestal voor een minderheid in? Of, of, of uh, iets? nou ja, dat hangt er een beetje vanaf. Uh, we willen, uh, laat ik het zo zeggen, we vinden vier dingen vinden we echt heel erg belangrijk met True ja. Investments. En dat is eerst de vent, dan de tent. Of soms moet ik ook zeggen, eerst de vrouw en dan het gebouw. Ja, maar gebouw. dat rijmt niet. Oh, dan het gebouw. <laughs> ja, het ja, gebouw wel. Ja, ja leuk. Ja. Ja, ja. ja, want uh, ik ben echt van mening dat als ik kijk naar mijn beste investeringen... die worden gemaakt door de ondernemer en niet door het plan. Hmm. He, een goede ondernemer maakt niet uit... Of je in de water, in de energie of in de pennen zit of whatever. Het, het verschil wordt echt gemaakt door de ondernemer. Dat, dat mm -hmm. hebben we nu al gezien. Mm -hmm. Het tweede is, is, het moet schaalbaar zijn. Wij houden heel erg graag van ondernemingen... die we heel erg snel kunnen popcornen, zoals we dat noemen. Kunnen opschalen. Ja, mooie beeldspraak, ja. ja het ja. derde is, is dat uh, we moeten de business kunnen begrijpen. Ik heb hiervoor heb ik ook in de farmacie heb ik geïnvesteerd. Nou, geloof me, je kan beter naar het casino gaan. <laughs> en het laatste is, en misschien ook, ik noem het als laatste... maar zeker niet het onbelangrijkste, is... Wij willen meewerkend voorman zijn. Hè. We willen niet ja, ja. met een lolly op de achterbank zitten als investeerder. Mm -hmm. Maar we willen gewoon graag met de ondernemer toegevoegde waarde kunnen bieden... aan, aan de onderneming en de groei van de onderneming. En waarom is farmacie zo'n gokhal? Nou, farmacie is een gokhal omdat... Uh, ik vond het heel erg mooi om uh, maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Hè, om echt te investeren ook in medicijnen. Omdat ik mm -hmm. denk van ja, dat vind ik ook uh, een mooie, hè, iets moois. Mm -hmm. Alleen als je ziet... Hoeveel procent er eigenlijk niet lukt, of hoe lang het duurt voordat een medicijn echt op de markt kan komen en er revenue uitkomt. Ja. En uh, wat je eigenlijk moet doen met, met, met medicijnen, is dat je nooit op één medicijn moet gokken, omdat er zo'n grote kans is: Hè? 95% dat het iets niet doorgaat, moet je eigenlijk altijd in een mandje. Investeren. Ja, terwijl de investeringen natuurlijk giga zijn... om uiteindelijk zeg maar, to market te gaan met de mensen. Als, 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 als er iets doorkomt, dan, ja. uh, dan zijn de returns, zoals ze dat noemen, ja. uh, zijn enorm. Ja. Ja. noem eens een pareltje even concreet eruit? Dat is altijd lastig, hè, want het zijn natuurlijk allemaal kindjes van je. Maar noem er eens eentje van je denkt, nou ja, dat is een mooi voorbeeld. Uh, uh, het zijn er het zijn heel veel, echt, echt uh, hele mooie. Maar bijvoorbeeld eentje, en dat is toch wel een beetje... omdat het heel erg dicht bij me zit. Uh, toen ik uh, de Energiemaatschappij heb verkocht in 2018 aan de Nutsgroep... Uh, toen hebben we daarna zijn we vrij snel zijn we ingestapt in een Belgische energieleverancier. En die heet Mega. En Mega had uh, toen 55.000 klanten. En uh, die hebben we echt met onze kennis en kunnen en ervaring... hebben we zeven overnames gedaan. En vandaag de dag zijn ze na drie jaar... zijn ze van 55.000 klanten naar 770.000 klanten Ja, en zijn ze de plek vier of zoiets voorlopig in België. In België. En ja. in Frankrijk zijn ze ook de nummer, nummer 5 nu. Want in uh, Frankrijk ja. is, heb je twee hele grote spelers... Mm. Maar uh, het is, uh, ja, dus ik vind dat uh, een geweldig spel. Als jij in aanraking komt... Hè, dat is leuk voor ondernemers die zitten te kijken natuurlijk... Uh, waar let jij op bij... je noemt net die vier aspecten... Ja. maar je krijgt natuurlijk waanzinnig veel verzoeken... kan ik me zo ja. maar weer voorstellen. Uh, laat eens omdraaien. Uh, er zijn denk ik heel veel aspecten waarvan je denkt... oké, okay, no go, no go, no go, no go. Ja. Waar vallen bedrijven sowieso al op af... Nou ja, wat, wat, uh, 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 aan de ene kant de fase waar je ze verkeren. Ja. Want wij willen heel graag uh, uh, toch meer die skill-ups hebben. En dat heeft niks te maken dat ik geen, uh, geen waardering heb voor startups. Helemaal niet. Mm -hmm. Alleen uh, er zit maar 24 uur uh, in een dag. Ja. En, en wat noemen ze altijd bij startups? Het is heel erg spray and pray. Hè? Dus uh, je moet heel veel investeren, heel veel ja. bedragen. De waarderingen liggen ook een stuk lager, omdat ze natuurlijk nog maar net zijn begonnen of heel vaak nog in de idee fase zitten. Alleen de kans op falen is ook heel erg groot. Hm. Dus ik heb met name, dus dat ik met Sjoen Investments nu kijk naar bedrijven met 5 miljoen euro omzet eh, en al een beetje winst. Dus dan zit je al in de skill-up fase. Ja. Maar wat ik heel erg belangrijk vind is echt de ondernemer. Als zij met een plan komen, dat ze al vijf jaar bezig zijn en eh, 5 miljoen euro omzet maken. en dat het aankomende twee jaar naar 100 miljoen gaat, dan denk ik van ja, in Excel komt alles uit. Maar niet, maar niet bij mij, laat ik ja, het zo zeggen. Ja, 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 precies. Dus ik vind de realiteitszin vind ik heel erg belangrijk. Ik vind de creativiteit van de ondernemer vind ik heel erg belangrijk. Ik vind het ook belangrijk uh, wat de trekhek uit is geweest van de ondernemer. Hè, want ik, ik denk, als, als mensen al 20, 30 jaar bezig zijn en dan moet het nog gaan gebeuren, mm. ja, dan heb ik ook minder gevoel bij. Ja. Wat, wat ik sowieso uh, mm. uh, ook gek vind, is, ik heb vaak ondernemers gehad en die hebben dan op een gegeven moment een heel team om ze heen, maar die hebben zelf nog 100% van de aandelen. Mm -hmm. Weet je? En ik, mm -hmm. uh, ik ben altijd van het motto sharing is caring. Ja. Uh, dus dus dat, dat, dat vind ik wel belangrijk. Ja. En het, 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 is, het moet ook wel een team zijn. Weet je wat het probleem namelijk is, elke ondernemer en de beste ondernemers, die kunnen op een gegeven moment erkennen dat ze een bepaalde fase, gewoon, dat andere mensen daar beter in zijn dan hunzelf. Dat is knap moeilijk. Dat is heel moeilijk. Ja. Maar als je dat kan delegeren ja. en dat kan erkennen en betere mensen op bepaalde vlakken naast je kunnen zetten, dan ga je ook echt uh, groeien en dan kan je echt een unicorn of echt een groot bedrijf ja. worden. Ja. En uh, uh, een unicorn is bij Dragons volgens mij nog niet voorbij gekomen. Hè? Hoe is de kwaliteit van de pitches bij Dragons? Of is het toch een tv-spel ook? Nou, laat ik het zo zeggen. De, we hebben heel erg uh, gestuurd. Ik ben bij Mede Dragons om de tweede seizoen toch ietsjes meer uh, uh, ervaren skill-ups te hebben in plaats ja. van starters van. Uh, Willy Bortel, ik heb een idee en uh, ja, uh, let's do ik it. Ik denk dat het heel succesvol kan worden. Ja, ja. Ja. maar weet je, de NPO die wil natuurlijk ook een beetje een uh, gemixte variant hebben. Ja. Uh, dus, uh, uh, dus, ik vind het wel heel erg, ik vind het wel heel erg mooi hoe mensen daar soms aan het pitchen. Ja. Het Verbaast me eigenlijk. En dat nou, verbaast me niet, maar soms heb ik wel een beetje, uh, heb ik het wel te doen met, met, met de pitchers. de zijn Ze zijn zo nerveus en dan moeten ze weer opnieuw doen en dan komen ze niet uit hun woorden en op. Ja, en, en uh, voor televisiemakers is dat natuurlijk fantastisch, omdat dat, uh, dat, dat kijk, uh, vinden ja. de kijkers waarschijnlijk spannend. Ja. Alleen, uh, ja, ik heb echt uh, wel pitches gezien dat ik denk: van, nou, poeh, wil je medelijden. Want het gaan er veel deals, want het is een mondelinge deal, hè, toch? Die op televisie maakt. Het is niet Het is een, een, een mondelinge deal. Uh, we hebben helaas uh, uh, ook gezien bij het tweede seizoen, om de, toen zaten we met onze pitches. En de, en de uitzending was heel erg dicht op elkaar. Hmm. En toen hebben we een paar bedrijven hebben we gezien, en ik ga geen namen nou, noemen, dat hmm. ga je, misschien is misschien de volgende vraag, maar uh, die uh, gigantisch veel uh, tractie hebben gekregen. Dus heel veel uh, orde aanvragen. Door, het, door de Dragons. Door, op. door, door het uit, de uitzending, ja. hè? we bedoel ja. je? Hebt toch over een miljoen plus kijkers. Ja. En uh, ik, zou, ik zie je ziet het zelf ook met mijn LinkedIn, die, die ontploft bijna na elke ja. uitzending. Ja. Maar in ieder geval, um, en daardoor zagen ze dus op een dat ze. Toch terugkwamen op hun deal, of dat hun deal eigenlijk niet zo heel veel, de, dat de zaken er anders voor stonden dan dat zij bij de pitch hadden gezegd. Dus het uh, uh, eerste nee, je ja, ging ja. ongeveer 70% door. Dit jaar gaat ik denk 50, uh, 60% ja, ja, door. Ja, 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 ze worden soorten slimmer wat dat betreft. Ze gaan er straks moed voor oppassen, natuurlijk. Nou, en daar hebben we ook een paar gehad die uh, daadwerkelijk uh, zeiden: van naar de hand van, we doen het toch niet. Ja. En, uh, maar bedankt, bedankt voor het enorm... podium. Ja, bedankt voor het podium. Ja, 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 ja. ja, ja inderdaad. Um, wat vind jij van um, uh, idealisme? Binnen ondernemers. U kunt best wel een vind ik een soort van trend, zeker ook bij ja. jongere ondernemers. Hè. Ze hebben allemaal missie. Ze willen allemaal de wereld verbeteren. Aan de andere kant denk ik ook van nou dat is volgens mij ook wel knap nodig. Ja. Hoe vind jij die combi van idealisme en uh, ondernemerschap? Ja. Ja, ik vind dat, aan uh, uh, zich vind ik dat wel heel erg goed. Ik geloof alleen in idealisme als er ook wel goed businessplan achter zit. Ja. Weet je, bedoel, het gaat pas echt vliegen hè, als je er ook, uh, dat klinkt misschien heel cur, maar als er ook geld mee verdiend kan worden. Mm -hmm. uh, anders blijft het mm -hmm. gewoon bij een idealisme en blijft het bij een heel erg ja, minimale uh, draagvlak. Uh, mm -hmm. et cetera. Dus uh, ik sta er absoluut voor open, ook op het gebied van duurzame energie, op het gebied van, uh, nou wat ik tegen zei, ik heb medicijnen geprobeerd, maar dat heb uh, ja, nee, je al ja, op een ja. andere manier. Maar ja. Maar in ieder geval ook uh, met uh, 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 vegan eten. Ja, dat precies. Voeding, natuurlijk. De hele voeding, de voedingsindustrie. Ja, voeding is doen. natuurlijk enorm. Ja, ja. He, uh, uh, yeah. hip en happening nu. Als je kijkt hoeveel, ook onder de jongeren, hoeveel meer mensen, hetzij vegan of vegetarisch worden. Zelfs mijn eigen kind, He, mijn, mijn oudste dochter, die al jaar uh, elfjarige elf leeftijd zei van: joh, ik word gewoon vegetariër. En nog steeds, ik dacht, het even, uh, even, even een periodiek hype, dingetje. Ja, ja. Maar ze uh, <laughs> dus is het nog steeds. Ja. 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 Nee, dus ik sta daar 100% achter. Er moet alleen wel een businessmodel achter zitten. Dat blijft wel uh, zeg maar, een, een lastig ding. Hè? Want je kan ook, uh, ik had vorige week weer iemand al een heel gesprek over. Van, ja, je kan ook zeggen van luister, ik ben zeker bij de grote ondernemingen zie je natuurlijk, hè? lees, de banken, ja. de, de de gasten ja. die echt miljarden winst draaien. Ja. Dan kun je natuurlijk ook een gigantische impact maken. Even heel naïef gezegd door te zeggen van jongens, we hebben een miljard winst, laten we daar uh, uh, z, uh, de helft van afpikken. En dan gaan we met die helft gaan we de wereld verbeteren. Ja. Geloof jij daar dan in? Ja, ik vind dat je. Uh, 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 gisteren is ook een uitspraak geweest over. Een over, uh, uh, rechter over Shell. Hè? Dus dus ja. Dat de verduurzaming instellen ja. moest uh, gebeuren. Volgens mij moest in 2045. moet nu 50%. Ja, Milieudefensie uh, heeft daar in de case gewonnen. Ja, nu. Ja, ja, ja. En dat was best wel. Aan de ene kant denk van, vind ik van. Ik vind het een hele goede zaak. Hè? Dat, mm -hmm. dat, dat, dat de echte vervuilers worden aangepakt. Aan de andere kant denk ik van. Ja, in hoeverre moet de rechterlijke macht zich daarover uitspreken? Is dat niet meer een overheidsding uh, dan dat je dat aan de rechters overlaat? Ja. En uh, ik ben toch wel een liberaal. Ik geloof in een vrije, vrije marktwerking. Mm. Ik ben ook een koopman. Uh, dus ik vind, uh, ik vind dat we absoluut allemaal uh, een steentje moeten bijdragen. En dat het ook meer moet. En dat er ook wet en regelgeving komt om die CO2 terug te brengen. Alleen, of dat nou echt met halvering van de winst moet gebeuren en uh, dan ja dat, dat gaat mij als 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 liberaal uh, iets te ver Ja. ja. jij bent uh, het laatste onderwerp wat je we zitten veel jonge ondernemers te kijken uh, uh, hoe belangrijk is het om in een ondernemersnest op te groeien om later succesvol te worden ja het is leuk uh, dat je het vraagt ik kom dus uit een ondernemersgezin ja. uh, in 1722 hadden mijn uh, voorouders een hele creatieve naam bedacht het heette Pieter Schoen en zoon nou, mijn vader heet Pieter, mijn opa heet Pieter, en mijn oudste zoon heet ook Pieter. En wij kwamen uit de verfindustrie. Uiteindelijk is dat sigma Coach en historie geworden. Aha. Uh, maar uh, ik, ik uh, het ondernemen is wel echt met, me, met de paplepel bij mij uh, ben ik Waarom betekende, betekende dat dan, zeg maar? Dat het betekende eigenlijk dat mijn vader me nooit zakgeld heeft gegeven. Die zei van, joh, zakgeld uh, moet je verdienen. Hmm. Dus als er dan uh, vrienden langskwamen van mijn vader, dan moest ik die auto's gaan wassen. Hmm. He, en, en wat ik nu ook bij mijn kinderen heb gedaan, die krijgen ook geen uh, zakgeld, maar die krijgen de verdubbelaar. Dus als ze ergens werken, he, dan krijgen ze dus op een gegeven moment, want ik vind ook echt dat ze moeten werken, ja. he, en ze krijgen dan 8 euro of 10 euro per uur, dan uh, verdubbel ik die 8 of 10 euro. Zo, om ze zo te motiveren dat ze gewoon ook moeten werken voor hun, uh, voor hun zakgeld. Oh, dat is best lucratief. Dus er zullen wel mensen die nu zitten, nou ja, kijken, die willen wel jouw kansen. Soms werken ze iets te veel, vind ik. Ja, <laughs> ja, dat snap ik. <laughs> ja, dat tikt. Dat tik ik, ja. ik vind het niet erg als, als ze dat doen om, om dat te verdubbelen in plaats van uh, veel zakgeld. Want je hebt ook heel veel lucratieve ondernemers. En dat is, meestal is dat zijn de, meer, uh, de nieuwkomers hè, die dan een keer geld hebben. En dan zie je toch dat de generatie daarna uh, uh, toch enigszins verpest wordt. Hè. Ik bedoel. Hmm. Geld is natuurlijk iets heel moois. Het geeft je heel veel vrijheid. kan je heel mm -hmm. veel vrijheid geven. Mm -hmm. Maar het kan ook gewoon wel een soort gif zijn... voor de ambitie van je kinderen. Ja. En, en dat heb ik... Uh, zelf zie ik dat het best moeilijk is... om daar een dat juiste balans in te vinden. Ja. Uh, Napoleon heeft ooit de successierechten in, uh, ingeschakeld. dat jij van... Joh, geld is een soort gif voor je kinderen. Ja. Uiteindelijk had hij het geld gewoon nodig... voor zijn oorlog voeren, uh, ja. et cetera. Maar, um, maar ik ben het er wel mee eens. Het is, uh, het is best wel moeilijk om een balans te vinden. Zeker als je... Toch een bepaalde leefstijl hebt en dat je wil dat ze met beide voeten op de grond zitten. Ja, en tegelijkertijd ze zich gewoon realiseren van er is natuurlijk bij jullie een vangnet van hier tot Tokio. Ik bedoel, ik heb altijd gezegd van ik vind het ik heb niks te klagen, maar ik moet wel nog werken voor mijn centen. En op een ja. manier vind ik dat prettig of zo ja. Terwijl je kan in jullie geval heel makkelijk denken: van ja, voor het geld hoeven we het niet meer te doen. Want dat is natuurlijk in grote getalen aanwezig. Ja, ja, en het gekke is. Uh, mijn moeder noemde me altijd Rupsje nooit genoeg. <laughs> ik was altijd gewoon meer, meer, meer hard De auteur harde, harde. daarvan die is vandaag overleden. overleden. Ja, ja, 91, ja, ja. 91 jaar. jaar ja. Ik moest was. Nog aan mijn moeder denken, die is uh, ook helaas overleden. Maar ik zag dat. en denk van hé hey, joh. En het uh, was mijn lievelingsboek ook. Uh, de rupsie, alles had om een vlinder uh, te worden. Dus jij bent nooit lui geworden of, of passief geworden. Of, zeg nee. maar, omdat je het geld had? Nee, nee. nee. Uh, sterker nog, soms heb ik als ik uh, lang op vakantie ben, word ik heel erg onrustig. Voel ik mezelf schuldig. Ik voel mezelf ook schuldig als ik gewoon uh, uh, lange niet op kantoor ben geweest, of op bepaalde meetings, of dat ik te weinig doe. Dus uh, dat zit er bij mij niet in. Alleen, uh, ik heb heel veel mensen die gewoon ook heel eerlijk zijn, die zijn van luister eens. ja Als ik uh, op een gegeven moment zoveel geld verdien, ja dan ga ik lekker in de hangmat zitten ja. en uh, op de golfbaan en uh, van mijn leven genieten. Alleen ja, ik ben heel erg ongeduldig. En, uh, waar dus komt dat vandaan? De, wat is die drijfveer dan? Is dat zeg maar ouderwets Calvinisme? Of, of is het... Uh, wat wat nou, zit Nou, ik achter? denk niet dat het Calvinisme is. Misschien een mix daarvan. Uh, maar het is meer gewoon uh, het willen creëren. Het willen bouwen aan iets. Uh, elke keer zit ik te denken van... Oké, okay, nu staan we hier. Waar gaan we naartoe? Uh, ik vind het ook heel erg leuk. Ik bedoel, met True Investments hebben we de afgelopen jaren we ook echt... Hele slimme uh, Welpen noemen dat dan hè, aangenomen. Het zijn allemaal econometristen en noem maar op. Ja, ja, en ik dag, vind het gewoon leuk om daar weer een familie van te maken en om in mooiere, grotere ondernemingen te investeren. Dus het is gewoon eigenlijk meer een behoefte om iets te creëren. Er zit echt een intrinsieke motivatie zit daar achter, ja. dus blijkbaar. Ja, dat is, ja. Daar mag je blij mee zijn, toch? Nou, daar ben, daar ben ik ook ontzettend blij mee. Daar ja. ben ik ontzettend blij mee. En het houdt me ook aan de ene kant uh, uh, jeugdig. Weet je, ja. bedoel, als ik, ik zou niet meer moeten denken dat ik de hele dag op een golf aan moet gaan staan. Nee, en dan, nee en dan zou ik ook veel te snel gaan drinken joh dat wordt helemaal dat is helemaal niks voor mij nee. <laughs> nee, Moeten we maar niet doen nee. uh, tot slot uh, wat zijn belangrijke uh, tips die je mee kan geven aan uh, ik ontmoet veel jonge ondernemers vaak zelfs niet eens ondernemers maar mensen die zeggen ik wil ondernemen ik weet alleen niet wat ik moet doen ja. uh, wat zijn belangrijke tips die je uh, als guru kan meegeven aan dat soort jonge gasten ja wat ik altijd zeg ik bedoel ik, ik hou echt van ondernemers uh, met name de creativiteit en het doorzettingsvermogen ja. Ondernemers is een stalen kind krijgen van het vallen uh, maar begin gewoon niet te laat. He, want heel vaak zeggen mensen: Ik wil eerst mijn studie afmaken, dan willen ze een universiteit afmaken, dan willen ze een werkervaring opdoen. En dan hebben ze een hypotheekvrouw en kinderen. En dan kan het niet omdat het risico te groot is. Dus begin gewoon in je studietijd. Als je een goed idee hebt, ga een keer op je bek. Maar probeer voor, uh, absoluut weer op te staan. En wel, wel studeren? Ja, uh, ik moest helaas na vier jaar. En ik, uh, ik had alleen mijn scriptie en nog, uh, nog een wiskundige modelbasis in een vak ging ik naar mijn vader toe zei papa ik ben nog niet afgestudeerd maar ik ben wel uitgestudeerd en ze zei oké okay, dan ben ik ook uitgestudeerd met jou te financieren dus <laughs> ja. dus uh, ja uh, ik heb ik heb een fantastische studententijd gehad hè, moet ik zeggen dus ik had voor geen goud willen missen uh, maar of het of het kijk uh, of het mij uh, het heeft me absoluut verder gebracht maar of het noodzakelijk was om echt succesvol te worden weet ik niet want ik zat ja. al in de handeltjes in ja. de turbo aanstekers waterbedden met een foutje en noem maar op ja. dus het zat er al een beetje in. En uh, je vertelde net, je hebt zes kinderen, maar liefst. Ja. Gaan die allemaal ondernemen? Nou, ik, ik, uh, ik hoop het. <laughs> nee. De oudste is twintig al? Ja, ja, ja die, 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 die zit nu op ondernemerskunde, zoals ze dat noemen. Dus ja. die, die, die is er al mee bezig. Die heeft zijn eigen, zij heeft haar eigen kleding-fashion line... wil ze gaan ontwikkelen. Uh, de ene ouds die uh, doet nu VWO eindexamen en die uh, wil uh, bouwkunde eventueel gaan doen of uh, bedrijfskunde, dus die is nog een beetje aan, aan, het, uh, aan het twijfelen. Mm -hmm. En dan hebben we uh, Pieter Junior, die wil absoluut gaan ondernemen, maar die wil alles doen. Alles vindt hij mooi. Ja. Dus, uh, die, die moet nog wat focussen. Uh, ja, die aanbrengen. moet nog wat focussen. Maar ja, die is nog 16, dus die, die, die mag wel. Ja. Dus daar uh, nou, zit voldoende potentie in, ja. Mag ik jou danken voor deze leuke update. En jou heel veel succes wensen met alles wat je nog gaat doen. En ik spreek je over vijf jaar weer. Nou, lijkt me hartstikke leuk. Okay. Dank je wel voor het kijken. naar nou, weer een, een mooi ondernemersgesprek hier op CVD-TV. En als je hebt zitten luisteren naar de podcast, ook dank je wel daarvoor. En wil je nog meer ondernemersgesprekken zien? Blijf dan hangen. Over een paar seconden twee nieuwe. Voor nu, dank je wel. Hoi!